Beste studenten, hartelijk welkom bij weer een nieuwe rekenuitleg. Ik heb vanochtend opdracht gekregen om een pakketje weg te brengen. Jullie hebben gezien, ik heb het pakketje opgehaald, ik ben met de auto gaan rijden en ik heb het pakketje afgeleverd. De vraag is alleen, en dan vragen we dan af, hoeveel kilometer per uur heb ik eigenlijk gereden? Nou, laten we eens even gaan kijken naar de afstand. De afstand bedroeg een afstand van 15 kilometer heen. En dus ook 15 kilometer terug. Dus 15 en 15. Ik heb in totaal 30 kilometer gereden. En toen ik weer terugkwam, was ik precies 20 minuten later terug dan dat ik vertrokken was. De vraag is nu dus, hoeveel kilometer per uur heb ik gereden? Nou, en om dat te gaan doen, ga ik gebruik maken van een verhoudingstabelletje. Even kijken. Wat weet ik? Ik weet over kilometers. Ik heb een afstand afgelegd van 15 kilometer heen en 15 terug. Dus totaal 30 kilometer. En hier heb ik qua minuten, heb ik hier 20 minuten over gedaan. Nou, dat is leuk dat ik weet dat ik in 20 minuten 30 kilometer heb gereden. Ik wil alleen eens weten hoeveel kilometer is dit per uur. Dus ik weet het nu per 20 minuten en ik moet het nu per uur weten. Nou, je moet dus weten uit hoeveel minuten een uur bestaat. En een uur bestaat uit 60 minuten. Dus in plaats van 20 moet ik het nu in 60 minuten weten. Nou, van 20 naar 60, wat is daar gebeurd? Nou, je ziet het misschien al, dat is 3 keer zoveel. Dus dit is keer 3. Dus dat betekent ook bij deze, is ook keer 3. Dus dat betekent dat ik een gemiddelde snelheid van 90 km per uur heb gereden. Nou, dit was nog niet zo heel moeilijk voorbeeld. Maar we gaan eens even naar een ander voorbeeld kijken. We pakken het voorbeeld van de Python in de Efteling. De Python die is 750 meter lang en een ritje van begin tot eind duurt precies 2 minuten. De vraag is, wat is de gemiddelde snelheid in kilometers per uur? Dus inclusief dat je dus instapt, je gaat omhoog, je maakt de rit en dan stap je uit. Hoeveel kilometer per uur duurt die rit? Ik ga weer even opschrijven wat ik weet. Ik weet iets in minuten. Het hele ritje duurde 2 minuten. En welke afstand leg ik af? Meter. Ik leg af 750 meter in 2 minuten. En stap 1 die we moeten gaan doen is natuurlijk dat we gaan kijken, nou hoeveel doen we dan in een uur? En we wisten, een uur is 60 minuten. Dus we gaan naar 60. Van 2 naar 60, wat is er gebeurd? Nou, dat is 30 keer zoveel. Dus wat is er gebeurd? Keer 30. Dus ook deze mogen we ook keer 30 doen. Dus 750 keer 30. Komen we uit op 22.500 meter. Nou, dat is leuk. Dan weet ik dus dat ik in 1 uur 22.500 meter afleg. Maar goed, de vraag was niet hoeveel meter leg ik af in een uur. De vraag is hoeveel kilometer leg ik af. En dan moet je dus weten dat 1 kilometer bestaat uit 1000 meter. Dus om nou het goede antwoord te krijgen, moet ik het delen door 1000. Dus je pakt je antwoord en die deel je door 1000. We maken namelijk de stap van meter naar kilometer. En gedeeld door 1000 komen we uit op een gemiddelde snelheid van 22,5 kilometer per uur. Nou, nog een moeilijker voorbeeld en dan gaan we naar Usain Bolt. Usain Bolt die loopt het wereldrecord op de 200 meter sprint, ongelooflijk hard, en die loopt 200 meter in 19,19 seconden. De vraag die ik me dan afstel, hoeveel kilometer per uur rent hij eigenlijk? We gaan eens even opschrijven. Wat weten we? De aantal meters weten we, 200 meter was de afstand, en hoe lang deed hij daarover? In seconden, dat deed hij over 19,19 seconden. De vraag is alleen, hoeveel kilometer per uur is dat? Nou, we weten iets in meters en we weten iets in secondes. Laten we het eerst eens even gaan omrekenen naar minuten. Want van minuten kunnen we weer doorrekenen naar uren. Ik zie alleen geen goede sprong of geen makkelijke stap om van 19,19 naar 60 te gaan. Dus wat doe je dan altijd? Dan ga je naar 1. Want vanuit 1 kun je altijd wel makkelijk doorrekenen naar het goede antwoord. Wat is er gebeurd? Gedeeld door 19,19. Dus dat doe ik ook met die 200. Dit deel ik ook door 19,19. Nou, je mag hierbij gewoon een rekenmachine gebruiken. Dus je toetst in 200 gedeeld door 19,19. Nou, dan zie je dat die in 1 seconde een afstand van 10,42 en nog veel meer cijfers achterkomen heeft. Laat ik even staan.
Belangrijk is dat je niet afrondt. Dus je laat je antwoord staan op je rekenmachine. En dan ga je kijken wat gebeurt er dan. Van 1 naar 60. Dat betekent keer 60. Dus ook je antwoord dat je op je rekenmachine had, moet je keer 60 doen. Dat doe ik. En dan zie ik dat die de afstand aflegt van 625,32 meter per minuut. Nou, fijn. Dan weet ik dus wat die per minuut doet. Maar dat was niet de vraag. De vraag was, hoeveel was dat per uur? Dus nou weet ik eigenlijk 1 minuut. Ik maak even een nieuw tabelletje. 1 minuut was het antwoord dat je had op je rekenmachine 625,32 meter. Je laat je antwoord weer staan en je gaat nu naar een uur toe. En we hadden al gehoord, een uur is 60 minuten. Dus keer 60. Dus je antwoord hier doe je ook keer 60. Dan kom je uit, geef de rekenmachine aan op 37.519,54. Nou, je weet nu dus in een uur dat Usain Bolt een afstand heeft afgelegd van 37.519 meter. De vraag is echter, hoeveel kilometer per uur is dat? En dat hadden we net ook al bij de Efteling gezien. Dan moeten we dus delen door 1000 om de stap van meter naar kilometer te maken. Je laat je antwoord bestaan in je rekenmachine en je deelt dit door 1000. Dus delen door 1000. En dan kom je uit op het goede antwoord. Want hoeveel kilometer per uur rent Usain Bolt? Dat is 37,5 kilometer per uur. Nog een keer de stapjes. De eerste was makkelijk. We begonnen met het pakketje. Dan kon je makkelijk van 20 minuten naar 60 minuten gaan. Keer 3. Toen werd het een stapje moeilijker met de Python. Toen was er namelijk, de minuten waren nog hele minuten. Alleen het ging hier over meters. Toen kwam een stap erbij. We zijn van meters naar kilometers. Dus uiteindelijk moet je nog delen door 1000. Toen de moeilijkste. Toen kregen we namelijk dat de ene ging over meter en de andere over seconde. Eerst 1 seconde uitrekenen. Toen keer 60 wist het per minuut. Nou, daar kwam weer in het rijtje dat je het wist per minuut. Keer 60, dan meet je het per uur. En dan was nog de stap delen door 1000. Nou, door het steeds netjes op te gaan schrijven en dus te gaan kijken wat moet ik uitrekenen en gebruik te gaan maken van de verhoudingstabel, kom je heel makkelijk op het goede antwoord uit. Heel veel succes met oefenen met het uitrekenen van de kilometers per uur.